Zwolle, de koploper van de Jupiler League, op bezoek bij rivaal Cambuur in Leeuwarden. En de thuisploeg begint sterk, is gretig en dit is De Leeuw. De Leeuw zoekt ruimte om af te spelen, maar gaat schieten. De Leeuw schiet en de bal gaat net voorlangs. De eerste kans van de wedstrijd voor Cambuur. Het resultaat is een hoekschop. Een hoekschop die er nog niet ingaat. Maar dit is een herkansing. Turk met de voorzet en daar de 1-0. Robert van Boksel 3 minuten onderweg. En 1-0 op het scorebord in Leeuwarden. Zwolle probeert het wel, maar Cambuur is gretig. Cambuur is sterk. Cambuur wil en verdient een vrije trap. Ruim 7000 toeschouwers in het Cambuurstadion zien hoe Cambuur de 2-0 maakt. Prima doelpunt van Wout Drosten. De kopbal is van de Heide. En Boer lijkt niet zijn wedstrijd te hebben. De Leeuw probeert het van afstand. Aardig schot, slechte redding en dan 3-0. Bob Schepers. De defensie van FC Zwolle is dramatisch. En Zwolle komt er zelf amper aan te pas. Heeft in de tweede helft nog wel één goede kans voor Drost. Drost, maar zijn poging stuit op Marco Bizot. Cambuur wint in eigen huis met 3-0 van FC Zwolle. En Zwolle moet misschien nog wel vrezen voor de titel met 5 wedstrijden voor de boeg.